Hallo, ik ben Thor. Ik heb een lapboek gemaakt. Juist mijn naam. En dit zijn de dingen waar ik goed in ben. Bijvoorbeeld op de computer werken, knutselen, tekenen en met Lego blokken spelen en bouwen. Hier staan weetjes over mij. Bijvoorbeeld, ik ben Thor. Ik ben heel sportief. Ik heb veel hobby's, zoals piano, zwemmen, notenleer, paardrijden, tegenles en geel. Mijn lievelingskleur is lichtblauw. Mijn lievelingsdier is een jachtluipaard. Hier is bijvoorbeeld ook weer een weetje. Ik knutsel graag. Ik ben handig op de computer. Ik woon in België. En hier staat het, je moet het omgekeerd lezen. Dus je moet deze vlag eigenlijk in je hoofd omdraaien. Dan is het juist. Mijn hobby's zijn piano, zwemmen, notenleer, paardrijden, tekenles en giro. Dit zijn dingen dat ik leuk vind. Bijvoorbeeld knutsen, gamen, zwemmen, lopen, boeiende verhalen lezen, eten, piano, in de natuur zijn. En dit is hoe ik me voel. Nu kan ik het bijvoorbeeld instellen bijvoorbeeld op dit smileytje. Vaak speel ik met veel vrienden, maar vandaag speelde ik met weinig vrienden. Dus ik doe vandaag dit bordje. Weinig vrienden. Ik speel de laatste tijd met weinig vrienden. Hier heb je nog een spel. Dat is Nemat. Dat is het omgekeerde van dammen. En dus eigenlijk is dat omgekeerd omgedraaid in de spiegel. De regels. Je kunt rechtdoor, rechts en links. Je mag altijd maar één vakje verder gaan. Je moet je vijand ontwijken. Je mag niet over iemand. Je moet om te eerst met alle personen aan de overkant geraken. Hier staan de pionnen. Bijvoorbeeld. Hier zijn alle pionnen. Kijk. Je hebt bijvoorbeeld van rood heb je overal. Heb je 7 rode pionnen. Je zet die hier. Je zet die hier. En dan met de blauwe is het hetzelfde met die. Natuurlijk heb ik veel meer van die rode pionnen. Nog 2 zou ik er moeten hebben. En dan zou ik het spel kunnen beginnen. Maar natuurlijk is het met 2 mensen dat je speelt. Dus hier heb je. Hier zet je dat. En als je dit ook helemaal vol hebt met de blauwe, dan ben je klaar voor het spelen. Voilà, klaar voor het spelen.